welkom bij de vijfde aflevering van de Maas-Moezel-Rijnroute. Dag 12. We zijn alweer 12 dagen onderweg. We gaan weer de Maas vervolgen. We gaan nu naar Namen toe. Een heel mooi bezoek gebracht aan Namen. Ik zou zeggen, kijk en luister en geniet ervan. Ja, en zoals iedereen weet is de Maas een echte regenrivier. En als we naar de wolken kijken, er is nogal wat uitgevallen. Het is niet overgestroomd, maar hij stroomt wel best tegen. Soms 2 kilometer, soms 3 kilometer, soms wel 4 kilometer per uur dat ik het tegenstroom heb. Geen probleem voor de parel. Maar voor iedereen is het altijd wel even opletten. En zeker als je ergens moet gaan aanleggen. Zorg dat je op tijd alles klaar hebt liggen. Gewoon een tip. Het is ook weer zo'n sluis. Soms kom je sluis tegen en denk van, hé, hoe zit dit in elkaar? Hoe doen ze dat hier ook? Soms heb je geen voldoende aanknopingspunten waar je even je touwtjes vast kan maken. Maar deze wel. Deze had iets aparts. In ene was de sluisdeur weg. Lieten ze zakken. Deze schuift hij open of draait hij open. Maar deze zakte naar beneden. Had ik nooit eerder gezien. Ja, daar hadden we het net over, de stromingen van de Maas. Maar de Maas heeft zoveel meer. Je gaat stromen opwaarts en je ziet zoveel natuur. Er is zoveel rust. De vogels hoor je fluiten. Deze rotswanden. De bergen. Echt, het is ongelooflijk mooi. Niet alleen nu, niet alleen gisteren. Maar ook de komende dagen zullen jullie het gaan zien. Thank you.
zoals velen van jullie weten, is onze vlogster een beetje lastig ter been. Maar, dat neemt niet weg, ze bezoekt alle steden op haar scootmobiel. Die hebben we ook mee. En dan gaat ze op stap. En ja, dan wil ze ook alles zien. En duikt ze met de scootmobiel zelfs een lift in. Zo'n kabelbaantje. Stoeltjes omhoog geklapt en hij paste precies. Ze ging naar de Citadel toe. De Citadel inname. Liefst 2000 jaar militaire en stadsgeschiedenis worden voorgesteld via de geschiedenis van Namen en zijn Citadel. ...2000 jaar geschiedenis in het hart van Europa. Aan de samenvloeiing van Sambre en de Maas waakt de majestueuze Citadel van Namen over de stad. Samen hebben ze een lange geschiedenis achter de rug. De uitzichten zijn, volgens zeggen, prachtig. Zelf was ik niet mee. Maar toch iemand op de boot waken. Vanaf deze hoogte is de parel ook te zien. Kijk maar goed, de derde boot van links. Ja, zelfs een rondlijn. Een rondleiding met de trein, dus ja, waarom ook niet. Even een stukje mee rijden en wat uitleg krijgen wat er op de route te zien is. Er is er veel te doen in Namen. Hier werden de soldaten opgeleid voor ze naar Korea vertrokken. Dat is dan weer de vijfde aflevering. Vind je hem ook leuk? Geef dan een duimpje en abonneer op ons kanaal. De volgende aflevering, de deel 6, gaat van Namen naar Dinant. Dat is dan weer de laatste plaats in België die we aandoen. Blijf kijken. En morgen hebben we nog een boot erbij. En die sluit vandaag aan. Dat is deze zwartvis.